Ik ben Joris de Groot, instructeur praktijk machinekamer en ik geef hier de lessen. Gio, gaan jullie klepspeling controleren. Daarin moet je goed nadenken over het vierslagprincipe. En gaan nu eerst maar eventjes de inlaatklep van cilinder 2 controleren. Ja. En denk je dat hij nu goed zit of dat hij iets te veel speling heeft? Nee, ik denk dat hij zo wel goed. Hij zit gewoon precies goed. Ja. En niet vastzetten. Dit was het kleppenstellen. Volgende week gaan we even die motor starten. Om te kijken hoe dat hoe het klinkt. Dan gaan we nu nog even naar een separator. Wat is dit? Het is een brandstofseparator. En wat is de functie van een brandstofseparator? Het water en brandstof van elkaar scheiden. Ja, zodat? De schone brandstof. Hey Gio, we zijn hier bij het smeerolie-filter unit. Kun je maar uitleggen wat het is? Het is volgens mij een duplexfilter. Een duplexfilter? En waarom een duplexfilter? Zodat je de ene schoon kan maken en dat je de andere in bedrijf kan houden. Dat je de ene schoon kan maken en de andere in bedrijf kan houden. Zo kunnen we door blijven varen. Hey Gio, is dit je laatste les van vandaag? Ja, dit is vandaag mijn laatste les. Mooi, hey, ruim wel je rotzooi op en dan... is je dag voorbij? Ja, ik heb vandaag ook de praktijk gehad en dan morgen weer zware theorie.